Hi jongens. Vandaag gaan wij een dobbelsteen laten bepalen waar we heen gaan. Ja, ik heb eigenlijk geen idee waar we gaan belanden, maar dat is juist het leuke ervan. We gaan eerst naar Centraal Station en daar gaan we dus de dobbelsteen gooien. Als je niks te doen hebt in je vakantie, ga dit gewoon een keertje doen. Ik heb het vorig jaar ook in de zomer gedaan en ik heb echt een leuke dag gehad. Ik heb natuurlijk ook student-OV, dus voor mij kost het ook helemaal niks. En anders kan je een dagkaart voor 7,50. Dat is tot en met 18 jaar en dan kan je heel de dag gewoon onbeperkt met de trein. Wel in de daluren. Ik ga dus met twee van mijn beste vriendinnen, Ruby en Isis. Jullie kennen ze allemaal wel. Het is nog voor Isis de verjaardag als cadeau, dus zij weet ook nog niet wat we gaan doen. Ik weet ook niet wat zij denkt dat we gaan doen. Ik heb gezegd neem je bikini mee, maar dat gelooft ze natuurlijk niet. Ik moet zeggen, ik ben nog best wel moe, ook van het vaccin. Maar het wordt sowieso een leuke dag. Ik heb er heel erg veel zin in. Het weer is alleen een beetje jammer, want het ziet er al echt een week zo uit. Weer echt typisch Nederland. Maar ja, we gaan er gewoon een hele leuke dag van maken. Ik ben heel erg benieuwd. Dus laten we gaan! Nou, we gaan even vertellen wat de bedoeling is. Wat heb je de voorbereidende middelen in de tas? Oh, we gaan dobbelen waar we heen gaan. Ja! Aan jou de eer. Aan jou de eer. De nummers staan gelijk aan de sporen. Dus we hebben tot en met 6. Ja. En we kunnen de spoor tot spoor 6 pakken. 2. Wat was 2? Oh, dat was heel leuk. Volgens mij was dat Amsterdam. Oké, 2 was niet Amsterdam. Nee. Flis, die rijdt niet. Oké, gooi maar opnieuw. Dus we moeten opnieuw gooien. 3. Wat was 3? Amsterdam! Woo! We gaan naar Amsterdam. Oh, dat vind ik ook leuk. Guys, het wordt Amsterdammy. Amsterdam. Ik vind het zo eng altijd, deze ding. Heerlijk. Daar zit ze. Leuk, leuk. We zitten in de trein. Ja, 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 ja. I got you. Oh nee, die gaan we weer. Joh, maar I need you. Oh de dobbelsteen gooien en dan gaan we bepalen of we gaan meegaan of met de tram. Ja. Oké. Oh. Metro. Hey. En de Ruby vindt het eng. Oké, we gaan met de metro. Jongens, de view. The view. Kijk die kat. Oh. Oh. Ja, ja. Dat vind ik heel leuk. Juist. Dit is wel echt een Isis vibe op een feestje. Hoe je Isis ziet vibe op een feestje. Nou, dat is dit. Oh, hond slaat op hol. Wauw.
even food filmen wat niet mijn food is. Oud-Zuid. Super duur. Fucking duur. Woe, woe. Snelle brillen. Passen. Het lijkt een beetje op mijn vaders. We zijn op dit kruispunt en we gaan nu een terrasje pakken, maar de vraag is, gaan we naar links of naar rechts? Dus daar hebben we natuurlijk de dobbelsteen voor. Oké, wacht. 1, 2, 3 is links. 4, 5, 6 is rechts. 4, 5, 6 is rechts, oké. Oh. 2. Nee. Links. Links, oké, dus we gaan daarheen. Dat dobbelen vind ik echt wel leuk, het wordt echt mijn ding gewoon. Oké, nummer 1 is de groene vlinder. Dat gaan we nooit onthouden wat nou wat is, maar oké. Nummer 2 is Café Schilders. Arisa. Oké, oh, dat ziet er ook wel leuk uit. Nummer 4 is Flink. En hebben we al een bingo gedaan? En hebben we al een bingo. Katsu. Nummer 5 is Katsu. We doen anders nummer 6 is de Duve. Duve in plaats van nummer 6 is de Duve. Duve okay. In plaats van Katsu. Ja. Ja, oké, okay, let's go. Hey. Zes, kijk. Oh, dat is ook gewoon gelijk 6. Nou, oké. Okay. Nou, top. Dan gaan we hierheen. Hartje voor de sfeer. Nee hoor, schoen cola jongens. Geen zorgen. En anders zijn we legaal. Anders zijn we legaal. Oké, okay, dus even een shoplog. Want ik heb dus oorbellen gekocht. En ik vond het wel leuk om even te laten zien. We zitten midden op het terras. Kijk, dit zijn de leuk. Oorbellen. Ik weet niet of het nee, zien, maar het zijn zonnetjes. En dat past gewoon helemaal bij mijn vibe. Ja! Kijk, dus ik weet hoe de influencers werken. Ja, dat zijn dus een heel leuk zakje. Een heel leuk zakje. Nou, dit is Ocho. Dit jurkje. Leuk! Dit is mijn zonbril. Dit is Easter bril. It's such a vibe, Ys. En dat was maar 5 euro, hè? Wauw. Heerlijk, echt net een Ray-Ban. Korting gekregen. Ja. Even knipoogje tussendoor. Natuurdocumentaire. Eva in het wild. Eerste trui. Wow, lekker. Die is echt leuk. En je haar ook naar popcorn. We zitten bij een pizzeria en Ruby kan niet kiezen tussen de pizza. Okay. Dus nou, 1 tot en met 3 is ja, Hawaii. 1 tot en met 3 is Hawaii. En 3 tot en met 6 is prosciutto. 4 tot met 6. 4 tot met 6. Ja. Duidelijk. Oh. 5. Okay. Prosciutto. Oeh. Rotterdam jongens, dit was het. Dit was het einde. En hoe leuk dit was het dit? Einde. Isis, hoe was je verjaardag? Hoe was je verjaardagscadeau? Net zo leuk als dit snoepje lekker is. Noemen we nog eens een topverhaal. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dat was het dan voor deze video. Je moet het echt sowieso een keertje doen in je zomervakantie. Als je gewoon een keer niet weet waar je heen moet of je wilt gewoon lekker een dagje weg. Doe het. Het is echt leuk. En als je even geen keuze kan maken, pak je gewoon de dobbelsteen. En dan bepaalt het lot, weet je. Dat is gewoon hartstikke leuk. Verder wil ik even zeggen dat ik natuurlijk bijna naar Malta ga. Op dit moment ga ik morgen, als deze video online staat, ben ik er al. Als alles goed gaat. En ik ben daar natuurlijk een maand. Ik ga ook alleen. Ik ga daar in de volgende video veel meer over vertellen. Maar ik dacht misschien wel even goed om nog te zeggen hoe ik dat ga doen met uploaden. Ik weet zelf gewoon nog niet wat ik moet verwachten van deze vakantie. En daardoor weet ik ook nog niet echt hoeveel tijd ik daar heb om te editen en zo. Dus sowieso, deze zondag is natuurlijk de video die je nu kijkt. Die zondag daarna komt de video voor de voorbereidingen van Malta. En dan moet ik dus gewoon even kijken wat dan werkt. Misschien doe ik dan even geen video en daarna wel weer. Of ja, ik moet gewoon even kijken. Ik ga daar sowieso video's maken, dus dat kunnen jullie verwachten. Volg mij zeker op Insta als je op de hoogte wil blijven van mijn Malta-avonturen. Want de vlogs komen natuurlijk pas later. En ja, ik ga daar wel alles vastleggen. Dat vind ik heel erg leuk. Maar ja, mocht je nu al op de hoogte willen blijven,
Volg me even op de gram. En dan kan je gewoon een beetje op de hoogte blijven van mijn leven. Misschien dat ik ook wat reels op TikToks ga plaatsen. Wat ik nooit doe. Maar misschien heb ik daar dan wel zin in. Weet je, je weet het allemaal niet. Dus ja, dat wilde ik eventjes gezegd hebben. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat ik op mijn vakantie ook weer op heel veel nieuwe inspiratie kom. Want ik merk dat ik gewoon in het editen en in de ideeën die ik heb. Het kan gewoon allemaal wat beter. Nou ben ik ook wel perfectionistisch. Maar ik heb gewoon even een nieuwe stijl. Een nieuwe energie en een nieuwe vibe nodig. Dus ja, daar ga ik ook zeker mijn vakantie voor gebruiken. Om eventjes op nieuwe inspo te komen. En ja, mijn video's nog weer kan verbeteren. Nou, dat wilde ik gewoon nog even zeggen. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!